2014. Een nieuw jaar vol met vette feesten, nieuwe muziek en spannende initiatieven. Vandaag blikken we alvast een beetje vooruit. Wat staat ons te wachten dit jaar? EDN vroeg het aan een van Nederlands meest eigenzinnige promotors, Meubelstukken. Ik krijg werkelijk van alle kanten alleen maar positieve vibes op me af voor 2014. En dus ik denk dat het allemaal heel erg positief en uitbundig zal zijn het komende jaar. Het eerstvolgende evenement wat we doen is op de Bungalup, de uit de hand gelopen brunch. En dan doen we Speedfreaks, het Oud-Hollands Assetfeest, thema dit jaar Ibiza. OWAP, Faltifest en met ADE doen we een paar evenementen en dan Manifesto. En speciaal dit jaar is op 20 juni, want dan is het 15 jaar geleden dat de Roxy is afgebrand. Dus dan doen we een soort herdenkingsfeest en dat heet Brand in Mokum. Afgelopen jaar is het hard gegaan met een aantal Nederlandse bedrijven. Naast ID&T heeft ook Q-Dance stappen gezet in Amerika. Ook dit jaar weer brengt de organisator uit Landsmeer hardstyle naar binnen- en buitenland. Op 25 januari starten ze met Exclusive in de HMH met Brennan Hart. Daarna volgt een tweede editie van Sounds of Q-Dance in Los Angeles, om vervolgens in april met Capital de Ziggo Dome in te knallen. Natuurlijk loopt je agenda voor 2014 alweer langzaamaan vol. Zo kun je naast de winteredities van 18 Hours, Symfonica Electronica en Chateau Techno eind februari ook mee naar Val Thorens, samen met Klik. Een week lang skiën, eten en feesten dus. Maak je maar op voor een droomwintersport. Pleinvrees, inmiddels een begrip in de Amsterdamse scene, trekt in 2014 het land in. Het populaire Deep House platform toert namelijk vanaf februari door Utrecht, Rotterdam, Groningen en Nijmegen. In het voorjaar kun je lekker met je vrienden een weekendje weg in eigen land. Dan vindt de eerste editie plaats van de Loveland Weekender in een Limburgs bungalowpark. Een eigen huisje, festivals in de buitenlucht, poolparties en lekker barbecuen. Alles kan tijdens het weekend van 4, 5 en 6 april. Dan Awakenings. Naast alle indoor-edities zal de 14e editie van Awakenings Festival dit jaar maar liefst 2 hele dagen duren. Of het een kwestie wordt van juist meer keuzestress of uitgebreid genieten, dat is aan jou. Let wel op, er is geen camping op het terrein. Maar in 2014 nemen we ook afscheid. Deze maand al bijvoorbeeld van de ondergrondse vrijplaats Pand 14. En later, aan het eind van het jaar, sluiten de deuren van Club Trouw Amsterdam. En daarmee verliezen we een van de meest creatieve en vooruitstrevende nachtclubs. De club mikt in haar laatste jaar op spontaniteit en zal voor een groot deel van de evenementen alleen deurverkoop hanteren. Trouw is overigens altijd, net als voorganger Club 11, van tijdelijke aard geweest. Met de 24 uurs vergunning op zak zullen er weer een aantal memorabele avondjes voorbij komen. Dit was EDN Update. Bedankt voor het kijken.